Nagenoeg alle banken en grote winkelzaken waren vandaag gesloten. Het bedrijfsleven en de banken hebben hiermee gevolg gegeven aan de oproep van de VSB, de ASFA en de Bankiersvereniging Suriname om uit protest tegen de wetcontrole, valutaverkeer en transactiekantoren hun deuren dicht te houden. De Surinaamse Postsparbank was wel open voor het publiek. In de binnenstad was er een kleine drukte bij de Surichange Bank. We namen contact op met directeur Herman Vijsselman. Hij gaf aan dat de Surichange Bank wel solidair is met de actie van de bankiersvereniging. Echter heeft zijn bank dispensatie gehad voor de afdeling waar de burgerij de stortingen vanuit het buitenland kan ophalen. Volgens Vijsselman zijn er familieleden en vrienden in vooral Nederland die hun mensen hier financieel ondersteunen. Het blijkt dat het grotendeels om sociaal zwakkeren gaat. Die afhankelijk zijn van deze steun. De directeur benadrukte weliswaar dat de overige diensten gesloten zijn voor het publiek. De meningen over deze wet zijn verdeeld. Zo geeft de consumentenkring onder leiding van Albert Alijnen tegenover de Waardetijd aan dat deze wet voor de consument meer stabiliteit en zekerheid betekent. Voor zijn organisatie is belangrijk dat er geen ander wisselkoers is dan die van de centrale bank. De consumentenkring heeft vaker aan de bel getrokken over de hoge prijzen in de winkel als gevolg van de niet eenduidige wisselkoers. Alijnen hoopt dat de controle op de handhaving onafhankelijk en transparant zal geschieden.